ook laat ontwaakt uit zijn zomerslaap. En we maken zo rond 11:30 onze naam meteen waar. Fijn dat u er toch bent. Zometeen een reportage van collega Laura Verhagen in de crash van haar kinderen. Want daar hebben ze mensen tekort en gaat de crash gewoon af en toe dicht. Maar wat moet je dan als ouder? Verder in laat de absurd hoge prijzen voor gas. En Serena Williams staat op de grens van haar tennispensioen. Welkom bij Laat. Welkom. Er is veel dat nieuw is vandaag, zeker hier bij VRT Nieuws. Nieuw logo, min of meer nieuwe website en app. En ook het journaal en deze Laat zien er iets anders uit. Genoeg om mensen die graag de controle houden humeurig te maken. Maar verder kan ik u wel geruststellen. Laat blijft gewoon Laat. Elke dag het nieuws en gesprekken met mensen uit het nieuws. Zo rond 10:30. Het zal vandaag niet zijn, maar hopelijk de komende dagen wel. En we pikken de draad gewoon weer op waar we hem in juni hebben achtergelaten. Ter hoogte van uw portefeuille. En dan vooral het geld van uw portefeuille dat naar de energierekening gaat. Met onheilspellende berichten uit het nieuws vandaag. Dit zijn de collega's van HLN. Energieprijzen zullen in september opnieuw alle records verbreken. Jaarfactuur voor gemiddeld gezin loopt op tot bijna 6000 euro. Kunnen wij beter, dachten we bij VRT Nieuws. Jaarfactuur is nu maandfactuur. Gemiddeld gezin betaalt bij huidige energieprijzen 10.000 euro per jaar. En dit had de standaard te zeggen. Energieprijzen gaan al maar verder over de pijngrens heen. De markt wordt beheerst door paniek. Dan willen wij graag rust brengen, dacht ik. Luc Pauwels, welkom. Xavier. Ik zie al aan je blik dat je dat niet gaat doen. Nee, ik denk gaan we niet. Dat echt betalen? 10.000 euro per jaar? Ja, dat klopt. Hè. Als die prijzen zo hoog blijven, zoals voorbij vrijdag een dagprijs is genoteerd, dan wordt dat lineair doorverrekend naar onze energiefacturen. En dat gaat heel snel. Dat is al volgende maand dat we een verhoging gaan zien. En als die prijzen zo hoog blijven, dan komt dat inderdaad neer op maar liefst 10.000 euro per jaar voor gas en elektriciteit samen voor een gemiddeld gezin. Dat gaat over mensen die vandaag, morgen, overmorgen een nieuw contract afsluiten. Geen nieuw, maar ook de bestaande variabele contracten die maandelijks of driemaandelijks kunnen wijzigen, die gaan natuurlijk ook naar omhoog gaan. Hè. Maar wie kan dat nog betalen, Luc? Ja, dat is de vraag. Dat zullen al maar minder mensen zijn. En het gaat dan niet meer om de minder begoede gezinnen. Ook de middenklasse die voelt dat. Hè. Als je zo 800, 900 euro per maand moet uitgeven aan gas, elektriciteit, Xavier, dat is een enorme hap uit je budget natuurlijk. Maar stevenen we dat gewoon af op een collectief faillissement? Gaan we allemaal de dieperik in? Wel, het lijkt wel op een perfecte storm. Hè. Er is heel wat samengekomen. Volgens mij, en ik heb toch historisch wat teruggekeken, is dit de zwaarste energiecrisis die we hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. Het is nooit erger geweest en het duurt ook al een hele tijd. Hè. We zijn al van vorig jaar bezig. En er zit maar waar ook nog eindigt dat? In collectieve armoede? Er zijn mensen die armer gaan worden. Dat zie je nu al. Hè. Mensen die in betalingsproblemen komen, die zeggen ja, we moeten dingen uitstellen. De OCMW's die al meer vragen krijgen van gezinnen die zeggen we trekken dit niet meer. Ja, het hakt overal op in natuurlijk, zo'n rekeningen. Hè. Jij komt net terug van Noorwegen. Je bent daar vandaag geweest met onze premier, Alexander De Croo. Waarom precies? Wat ben je in Noorwegen gaan doen? Wel, omdat de Nooren onze meest loyale gasleverancier zijn. Maar liefst 40% van het aardgas dat wij importeren komt uit Noorwegen. Het is ook een Europees land. Zij hebben ons altijd geholpen. Ze hebben hun productie trouwens ook verhoogd met 8-10% om de Russen die ons in de steek laten toch wat op te vangen. En dan zou je verwachten, als we daarnaar kijken en we vragen bijvoorbeeld, kunnen die prijzen wat lager? Dat er misschien de eerste partij is die ja zou zeggen. Dat was ook de vraag van Alexander De Croo vandaag. Als Europese landen moeten wij zo snel mogelijk zeggen, die hoge prijzen, wij gaan die niet meer betalen. En heel duidelijk zeggen, kijk, hier is een maximumbedrag dat we bereid zijn om te betalen. Alles erboven, dat gaan we niet meer betalen. Het klinkt wel stoer, maar wat heb je in godsnaam als vrager op die markt te vragen? Het is toch degene die aanbiedt, die de prijs bepaalt? Ja, dat klopt. Hè. Dat lijkt alsof je naar een winkel zou gaan en zeggen, ik wil die tomaten. Maar beste verkoper, ik geef daar maar die lage prijs voor. Niet de prijs die u vraagt. Dan gaat hij zeggen, daar is de deur. Ik heb andere klanten die die tomaten wel aan die prijs gaan kopen. En dan krijg je ook zo'n antwoord eigenlijk van de Nooren, hè, die ons eerst tegemoet zouden moeten komen. Die zeggen niet ja, hè, op dat prijsplafond. En dus zeggen ze de facto nee. We kijken naar de Noorse premier.
It is not me as a government who is selling gas to Europe. It is the companies operating on the Norwegian continental shelf. They have their short-term and long-term agreements with their clients in Europe. And we need to know more details what such a system may result in. Mag ik dan zo samenvatten dat de Noren ons kunnen helpen, maar niet willen? Ze volgen de weg van het geld, want het is zo dat ze een groot, eigenlijk bijna staatsbedrijf hebben dat die olie en dat gas naar boven haalt. Equinor is eigenlijk van de Noorse staat. Dus als de premier zegt, ik ben ik het niet, maar het zijn de bedrijven, het is een eigen bedrijf dat ook niet ingaat op die vraag van Europa. Want de Croo heeft duidelijk gezegd, niet wij België alleen, maar heel Europa willen zo'n maximumprijs. En je krijgt van de Noren nog altijd geen ja daarop. Dus van de Noren gaat het niet komen. Moeten we met de vijand gaan onderhandelen? Moeten we gaan praten met Rusland? Kan je dat in de huidige context? Daar gaan stemmen op bij de bevolking, bij populisten die zeggen stop die oorlog en laat ons terug met de Russen gaan praten. Geef niet zo'n steun aan Oekraïne. Maar dat is natuurlijk wel heel verregaand, want dan krijgt Poetin eigenlijk wat hij heeft gevraagd. Hè. Europa dat plooit voor zijn gaswapen en hem dan maar stukken van Oekraïne laat innemen. Ja, ik denk niet dat de Europese landen daarin gaan meegaan. Nee, dat zal inderdaad ook niet zo snel gebeuren. Ik stel de vraag maar omdat je inderdaad in wanhopige tijden op zoek gaat naar wanhopige oplossingen. Van waar gaan die dan wel komen, Luc? Wel, elke eenheid energie die je niet verbruikt, dat is puur gewoon geld. Hè. Dus wij moeten het zelf gaan doen, besparen? Besparen. Hè. En je ziet bijvoorbeeld in Duitsland dat de overheid daar al campagnes rond lanceert. Zij zegt, kijk, wij gaan bijvoorbeeld de verlichting van openbare gebouwen of van monumenten vanaf 10 uur 's avonds stopzetten. Dat doen we niet meer. Denk eens aan de verlichting van vitrines, van uitstalramen. Doof die alsjeblieft. Er zijn zelfs lokale besturen die zeggen, als u nu met dit warme weer gaat douchen in onze zwembaden of wanneer u bent gaan joggen of in sportcentra, dat zal letterlijk een koude douche zijn. We gaan die voorlopig niet verwarmen. En ik als gezin, of wij als gezin, wat kunnen wij doen? We kunnen toch... Moeten we gewoon in 8 graden in onze woonkamer gaan zitten straks? Nee, dat kan niet. Hè. Maar we zijn trouwens al aan het besparen. Hè. Het blijkt dat België de afgelopen winter maar liefst 17% minder gas en elektriciteit heeft verbruikt. Maar misschien zijn er nog pistes om dat nog efficiënter te doen. Nog een aantal tips die men kan geven. We gaan dat toch moeten doen. Dat lijkt de enige weg. Want we hebben het nu over de Noren. Maar ook de Amerikanen, die andere bondgenoot, die gaan ons, wanneer we een prijsplafond opleggen, niet echt komen helpen. En daar zijn al bewijzen van. Ze hebben dat namelijk vorig najaar gedaan. Zij brengen gas naar Europa met grote LNG-tankers. Maar Europa bood in november vorig jaar niet genoeg voor hun gas. En ze zijn ons letterlijk voorbijgevaren op weg naar China, naar India, het Verre Oosten, die prijs wel boden. Dus als wij weer met dat plafond gaan spelen, dan gaan die tankers en die kunnen alle windrichtingen uit. Xavier, letterlijk. Hè? Dan gaan die gewoon een andere windrichting uit Europa voorbij. Dus dat wordt zeer moeilijk. En dus kijken we al naar het overlegcomité. Komende woensdag dan gaat de politiek samenzitten over wat ze voor ons kan doen en voor onze energiefactuur kan doen. Dankjewel, Luc Pauwels. This is Artemis Launch Control with an update. Launch director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub for today. This is a brand new rocket. It's not going to fly until it's ready. Friday is definitely in play. We just need a little bit of time to look at the data. इधर-उधर ही करत हूं घरो नाही कहीं मिलत बा आई तरह पानी इतना तेज जब बढ़त तो आदमी कहां जाई का करी रोजी रोजगार भी ना चलत
Alles komt terug. Dat is niet alleen zo voor Blokken thuis en laat, maar ook voor 1 september. Traditioneel de dag waarop we ons in België laven aan de tranen van verdrietige kinderen en ouders aan de schoolpoort. Tot nu toe zag een schooljaar in ons land er eigenlijk overal hetzelfde uit. Beginnen op 1 september. Dan is er een weekje herfstvakantie rond 1 november. Dan volgen er 2 weken kerstvakantie ergens eind december. Januari, krokusvakantie in februari, paasvakantie in april. En het schooljaar eindigt op 30 juni, gevolgd door een grote zomervakantie. Dat is de theorie en voor het Nederlandstalige onderwijs blijft dat voorlopig ook zo. Maar in het Franstalig onderwijs is het schooljaar vandaag dus al begonnen. Dat zal voortaan altijd zo zijn op de laatste maandag van augustus. En dan zitten we eigenlijk hier. Wat er dan volgt is een langere herfstvakantie. 2 weken wordt die. De kerstvakantie dat blijft 2 weken. De krokusvakantie krijgt er een weekje bij. Dat wordt eigenlijk een carnavalvakantie. De paasvakantie die wordt geschrapt en vervangen door wat dan een lentevakantie heet. Ook die duurt 2 weken. Dat zal dus ergens in mei zijn. En het schooljaar in het Franstalig onderwijs eindigt op de eerste vrijdag van juli. En dat is dus 7 juli, gevolgd door een schooljaar, of gevolgd liever door een grote vakantie. Zo ziet het schooljaar in Franstalig België er dus uit. Dat zijn lesweken van 6 tot 8 weken met telkens 2 weken vakantie ertussen. De grote zomervakantie wordt op die manier teruggebracht naar 6 tot 7 weken. Het is een politieke beslissing om pedagogische redenen. En volgens Dirk van Damme, onderwijsexpert van de OESO, is dat geen slecht idee. Er moet heel veel opgefrist worden bij het begin van het nieuwe schooljaar. En als je een zomervakantie van 9 weken hebt, dan is dat toch wel aanzienlijk. Als je een zomervakantie, zoals nu in de Franse gemeenschap, van 7 weken hebt, dan is die zomerschade toch wel wat beperkter en zal dat opfrissen ook gemakkelijker gaan. Ja, dat misschien wel, maar die nieuwe agenda zorgt in sommige gezinnen, zeker op de taalgrens, voor wat extra planningswerk. Ce qui est compliqué, c'est au niveau de travail et tout ça, parce que du coup, on doit prendre nos congés en fonction d'eux, mais on fera avec, on n'a pas le choix. Donc... Heureusement, on a les grands-parents pour les tenir un petit peu, parce que pour les congés, ce n'est pas toujours évident. Hein. Ja, van zo'n jaarkalender kunnen de mensen die in een crèche of een kinderdagverblijf werken alleen maar dromen. Daar gaat de deur amper dicht, een paar weken per jaar. En of het er echt iets mee te maken heeft, dat is niet zeker. Maar het wordt ook elk jaar moeilijker om kinderbegeleiders te vinden. Eind juli waren er bij de VDAB 904 vacatures. 5 jaar geleden, in 2017, waren dat er op hetzelfde moment, in het midden van de zomer, dus maar 227. In veel crèches is het pompen of verzuipen. Ook bij de Zinnekes in Brussel, daar zitten de kinderen van collega Laura Verhagen. En zij kreeg deze brief van haar kinderdagverblijf. We zoeken al een hele tijd naar extra medewerkers, staat er. Maar het is zeer moeilijk om ze te vinden. Omdat we de veiligheid van de kinderen intussen vanzelfsprekend willen garanderen, betekent dit dat we de normale werking van de kinderopvanglocatie moeten aanpassen. Om de hinder zo eerlijk mogelijk te maken, verdelen we over de ouders liever, hebben we ervoor gekozen om per week een leefgroep te sluiten. Geen volk, crèche dicht. En dus moeten ouders nu gaan uitzoeken hoe ze hun kind die week gaan opvangen of uitbesteden. Laura ging vandaag terug naar de crèche van haar kinderen. Niet alleen als mama, maar ook om er deze reportage te maken. Hoi, is je lepel gevallen, Max? Moet ik een beetje helpen, Julia? Je staat hier nu alleen met heel veel kinderen. Tel er hier zo'n 15-tal. Ja. Dat is toch niet te doen? Dit is moeilijk. Het is moeilijk. Ja, vind je dat je job nog goed kunt doen? Of? Moeilijk. Voor de kwaliteit, allee, we kunnen zo weinig. Proberen aan iedereen aandacht te geven, maar dat lukt niet altijd. We kunnen gewoon rap alles doen. Eten geven aan de kindjes, verzorgen en zo. Maar niet echt. We hebben geen tijd om een beetje bij kinderen zitten op maat of spelen of een beetje activiteiten doen en zo. Ja, en hoe voel jij je daarbij? Eigenlijk, ik voel me echt moe. En we hebben echt niet meer moed om te werken. Want het is te zwaar. Zo werken is echt niet plezant. Ben je soms bang dat het fout gaat? Dat er iets gaat gebeuren? Ja, zeker. Ik ben echt gestresseerd. Ik ben hier met de kindjes, dus ik ben verantwoordelijk. Kijk eens. Hey.
Dank je wel. Dank je wel. Wat vind je van de situatie? Elke mens heeft recht op waardig werk. En als ik zie hoe de begeleiders hier soms in tranen staan omdat ze het zo erg vinden om op die manier hun werk te moeten doen, ja, dan word ik daar echt wel een beetje boos van. Kan ik u een beetje helpen? Zal ik hem nog een beetje geven? Nee, ik mag niet. Ik mag niet. Deze crash valt onder uw verantwoordelijkheid. Hoe is het zo ver kunnen kopen? Ja. Wel, we zitten echt met een structureel probleem. We zijn eigenlijk al maanden op zoek naar kindbegeleidsters. Ja, er is blijkbaar ontzettend veel concurrentie van andere jobs. Of we hebben eigenlijk geen idee waar de mensen zijn. We weten al heel lang dat er te weinig personeel is. In het beste geval staan er voldoende mensen bij de groep, maar er zijn evenveel dagen dat dat niet het geval is. En dat breekt mijn hart, want je weet dat je ze afzet en dat ze niet per se de zorgen krijgen die ze nodig hebben. Er zijn geen mirakeloplossingen. Ik heb ofwel mensen nodig, ofwel kan ik het niet meer veilig doen en dat risico kunnen we niet nemen. Wat we nu gaan doen, dat is eigenlijk een aantal maatregelen op de korte termijn. We gaan in deze crèche bijvoorbeeld vanaf volgende week om de week een andere leefgroep sluiten. In andere crèches gaan we proberen van de openingsuren in te korten. Soms gaan we, en we staan nu op het punt van dat te moeten doen, een kleinere crèche helemaal moeten sluiten voor een paar weken. Ik vind het op zich wel de juiste beslissing van een crèche om dan een aantal leefgroepen te sluiten. Maar ja, voor ons als ouder is dat ook gewoon dikke miserie. Dat gaat niet evident zijn. We hebben nog een beetje netwerk hier in de stad. Dus ik hoop dat we het wel gaan gebolwerkt krijgen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Kom eens hier. Dag meisje. Gaan we naar huis? Ja. Gaan we naar huis? Tada. Tot morgen. En dan maar hopen dat Laura morgen kan werken en de crèche open is. Michel van den Broek, docent gezinswetenschappen aan de Universiteit van Gent. U volgt kinderopvang van heel nabij. Dan zal u wel niet schrikken van dit verhaal uit Brussel. Nee, ik schrik er niet van. Het is jammer genoeg niet alleen een Brussels verhaal. We zien het een beetje overal in Vlaanderen dat het personeelstekort echt schrijnend wordt. Maar tot op dat niveau dat crèches sluiten, een dag, een week langer? Ja, sluiten of vroeger dichtgaan. Bijvoorbeeld om 3:00, 3:30, omdat de laatste shift er niet meer is. Er is ook al een kinderdagverblijf in Brussel geweest waar de ouders een beurtrol hebben opgenomen om toch een leefgroep te kunnen openhouden. Dat soort verhalen horen we meer en meer, ja. Ik wilde bijna vragen, is het een goed idee? Maar ja, dat lijkt me niet. Als je afwijkt van wat doorgaans gebeurt en als je daar dan op afwijkt, is dat geen goed idee, neem ik aan. Wel, het is geen goed idee natuurlijk om... We hebben in de reportage gehoord dat er 15, 16 kinderen zijn met één begeleider alleen. Dus dat betekent, vermoed ik, dat men twee groepen samengezet heeft of dat er iemand alleen een groep van 16 kinderen... Dat is geen goed idee. Dat kan ook niet. Dat moet ik echt afraden. Als er iets gebeurt in de kinderopvang, dan is het die arme begeleidster die zal moeten opdraaien daarvoor. Ja, want wat is de aanbeveling eigenlijk? Hoeveel kinderen kan en mag een kinderbegeleider maximaal overzien? Wel, de wettelijke norm bij ons is 8 kinderen per begeleidster, 9 kinderen voor de tweede begeleidster. Maar je moet wel weten dat we daarmee aan het staartje van Europa hangen. Het Europees gemiddelde zit waar dan? Zit rond de 6 kinderen per volwassene en nog wat minder bij de baby's. Maar hier zagen we iemand die verantwoordelijk was voor 15 kinderen tegelijk. Dat kan niet. Bedoelt u met dat kan niet? Dan moet die crèche eigenlijk sluiten, ja. Want dan doet ze iets wat illegaal is? Ja. Ja, het kan niet, het mag niet en het is echt niet oké, omdat je niet aan die kinderen kan bieden wat ze nodig hebben. En als er iets gebeurt, stel een kind van en het heeft medische verzorging nodig of wat dan ook, ja, dan zit je helemaal in de puree. Nee, dit mogen we niet toelaten. Ja, wat als er iets gebeurt op zo'n dag? Je hebt 1 kinderbegeleider voor 15 kinderen, er gebeurt iets wat misschien zelfs noodlottig is. Ja. Wie is daar dan verantwoordelijk, aansprakelijk voor als zo'n crèche open blijft, als het eigenlijk niet mag? Wel, dan zal die crèche daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Hè? Of de verantwoordelijke, of de begeleidster, of beide. Dus dat mag je echt niet accepteren. Nee. Waar komt dat tekort nu eigenlijk vandaan? Zijn er meer kinderen die kinderopvang nodig hebben of die naar de kinderopvang gestuurd worden? Of zijn het begeleiders die afhaken? Beide. Het is zeker zo dat de begeleiders afhaken. We hebben nog niet lang geleden een enquête gedaan bij meer dan 300 van de jongens en meisjes, maar vooral meisjes die in het laatste jaar zitten, dus die nu net afgestudeerd zijn, het jaar dat hen voorbereidt om in de sector te gaan werken. Minder dan 1 op 3 van deze meisjes zegt ooit te willen in de kinderopvang werken.
Dus dat terwijl ze eigenlijk nog niet begonnen zijn. En dat terwijl ze eigenlijk nog niet begonnen zijn. Ze hebben wel wat stage gehad. Ze hebben heel wat stage achter de rug. Dus ze hebben wel al zich een beeld kunnen vormen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die norm van 8 kinderen per volwassene, 9 kinderen per volwassene. Dat is echt wel een zware job. Dat moet je niet onderschatten. Dan ben je s'avonds back af als je thuis komt. Laat staan dat je dan 1 op 15 voilà. Onder je hoede hebt. Ja. Dus de combinatie van zware job, te veel kinderen per volwassene, met toch wel een sector die niet echt goed betaald is, en ik druk mij zacht uit, maakt dat heel wat van die jongens en meisjes ervoor kiezen om iets anders te doen. En een van de dingen die ze dan willen doen in de plaats, is verder studeren. En dat is, denk ik, daar zit de sleutel ook naar een oplossing. We moeten die mensen een loopbaanplanning, een loopbaanperspectief geven. Vandaag is het zo, als je dat 7e jaar beroepsonderwijs gevolgd hebt en je komt in de kinderopvang, dan zit je daar op datzelfde niveau tot als je met pensioen gaat. Maar, hoor ik u zeggen dan? Maar als je die mensen kan ondersteunen, dan kunnen zij een vervolgopleiding volgen. Ik denk aan een graduaat bijvoorbeeld, of wat men HBO 5, hoger beroepsonderwijs 5, noemt. Sommigen slagen er ook in om een bachelor te volgen. Dus we moeten die mensen een traject voorstellen. Wat is dan het verschil? Want als ze uiteindelijk dezelfde job gaan doen, wat is het verschil? Dat ze meer betaald worden? Dat ze meer competent worden en meer betaald worden. En wanneer ze dan op dat verdere niveau geraken, kunnen zij net de begeleiding van die nieuwe instromers opnemen, zodat die ook diezelfde competenties bereiken. Ja, want daar ligt misschien wel een stukje ook van de oplossing, want we hebben ook een reactie gevraagd aan minister van Welzijn, Hilde Krivits. Zij heeft schriftelijk gereageerd. Mm-hmm. Dit is wat zij zegt. We hebben met de sector een akkoord gesloten om 3.300 mensen te laten instromen zonder diploma de opleiding op de werkvloer volgen. Maar er is nog meer nodig. We moeten de positieve kanten van de kinderopvang belichten. Eerst over die zij-instromers, 3.300. Dat is niet weinig. Maar op de werkvloer, dan moet daar competentie zijn op de werkvloer. Hè? Voilà, daar zegt u het. En dat is de sleutel. Hè. Dus er zijn heel wat ervaringen, onder meer hier in Brussel, maar ook op andere plaatsen in Vlaanderen, waar je ziet dat mensen die geen opleiding hebben en die fameuze zij-instroom doen, dat die tot zeer competent, echt zeer kwalitatieve begeleiders kunnen uitgroeien. Dus dat is een goed idee. Maar je moet ze coachen. Je hebt daar coaching voor nodig op de werkvloer. Het is niet die begeleidster die 8 kinderen moet bezighouden, die dat nog eens erbij kan opnemen. Zo werkt het niet. Dat zou een fiasco zijn. We moeten dit personeelsprobleem oplossen zonder de kwaliteit te ondermijnen. Dus je hebt coaching nodig. Je moet investeren in coaching. En die is er vandaag onvoldoende om 3.300 mensen op de werkvloer te begeleiden. Dus ik neem aan dat mevrouw Krivits ook daarvoor zal zorgen. Daar gaan we dan maar vanuit. Maar je moet ze dan wel hebben natuurlijk. Voor ze op de werkvloer zijn, moet je ze warm maken voor het beroep. Ja. Wat ik de minister hier zie zeggen is, ja, we moeten dat positiever belichten. Maar wat dan? Wat gebeurt er nu niet? Goh, het is natuurlijk ook een fantastische job, hè. Het is ook, als je ziet bijvoorbeeld mensen die in het volwassenenonderwijs die opleiding volgen, want die zijn er ook in de Centra voor Volwassenenonderwijs, sommigen doen dat ook via Sintra. Dat zijn de mensen die eerst een andere job gehad hebben en die nu ervoor kiezen op een latere leeftijd om dit te gaan doen. Dat zijn bijzonder gemotiveerde mensen die zeggen, maar ik zie dat ik het verschil kan maken voor kinderen, dat ik iets beteken in die kinderen in hun leven, dat ik zie die kinderen vooruit gaan, ik breng hen taal bij en ik merk het effect van wat ik doe met die kinderen. Dus als die arbeidsomstandigheden goed zijn, zodat zij die, wat men noemt, betekenisvolle interacties, die interacties met die kinderen die er echt toe doen, die hen vooruit helpen, als je hen de mogelijkheid geeft, de arbeidscontext geeft om dat te doen, dan is dat een fantastische job. Hè? En daar wil ik graag mee afsluiten. Wat is het effect op onze kinderen van dit probleem, van dit grote, grote tekort? Wel, dat is moeilijk om dat nu te zeggen, maar we weten dat de kinderopvang, als die van goede kwaliteit is, dat die positieve effecten heeft op zowat alle domeinen van de ontwikkeling. Maar nog eens, daarvoor heb je die betekenisvolle interacties nodig. En dan zouden we toch beter naar kinderopvang gaan met 5, maximum 6 kinderen per volwassene. Dankjewel, Michel van den Broek. Dat je zo droogt, dan is het kijk, krak. Maar niet u, nee, juist een groensje. Er zijn 30 vissers die grijze garnalen vangen. Ze hebben het heel moeilijk op dit ogenblik. Onderschat niet wat de impact van die keuze van de vis van het jaar is voor onze visser.
fatigue building up every day is going to be a bit less than it was last week. So I hope to recover as much as possible on the more easy days and then be ready for the hard weekend. I'm really dreaming of having a Grand Tour stage win. That's something I really want to achieve and I hope tomorrow. Morgen dan is de tijdrit rond een uurtje of vijf. Een paar uur geleden is het laatste Grand Slam tennistoernooi van het jaar begonnen, de US Open. En dat wordt een bijzondere dit jaar, want Serena Williams neemt er afscheid van het professionele tenniscircuit. Voor het bekende Amerikaanse blad Time Magazine de reden om haar deze week op de cover te zetten met een duidelijke boodschap, niet mis te verstaan. The greatest. Oordeelt u zelf. She's the only reason I'm standing here today and the only reason that the Williams sisters exist. So thank you, Venus, for inspiring me. 23 Grand Slams heeft ze gewonnen. Ze zou er graag nog eentje bij doen. Maar het zal niet meer lukken, vrees ik. Dirk Gerlo op Flushing Meadows in New York, waar de US Open gespeeld wordt. Over een uurtje begint Serena aan haar toernooi. En volgens mij ben je niet de enige journalist daar. Nee. Alles draait hier vandaag rond Serena Williams. Ik denk dat er hier vandaag om en bij de 60 wedstrijden worden gespeeld. Maar er is er maar eentje die echt belangrijk is. En dat is de eerste wedstrijd op het centercourt, Arthur Ashe Court hier. En dat is de wedstrijd van Serena Williams tegen Danka Kovinic. Dat is een Montenegrijnse, 80ste op de wereldranglijst. Serena Williams staat niet eens meer in de top 400. Maar kijk, ja, het is compleet uitverkocht. Dat betekent bijna 24.000 toeschouwers. En ja, je moet er echt wel wat voor over hebben. Met andere woorden, flink wat dollars neertellen. Als je helemaal bovenaan zit en dan zie je nauwelijks de bal nog, dan betaal je al bijna $500. Als je dan een beetje naar beneden afzakt, waar je dan toch ziet wat er gebeurt op de baan, ja, dan betaal je minstens $1000. Ik heb zelfs begrepen dat op al die speciale sites dat je daar al tot meer dan $10,000, $20,000, $30,000 betaalt om op de eerste rij te zitten in de loge. Dus ja, iedereen wil het meemaken. Mogelijk die laatste wedstrijd van Serena Williams. Ja, dat kunnen we eigenlijk in totaal 7 keer zeggen, want zoveel wedstrijden heb je nodig om een Grand Slam te winnen. Maar Dirk, hoe ver geraakt ze, denk je, in dit toernooi? Kan ze nog wat? Ja, dat is heel moeilijk om dat te voorspellen. Het is het toernooi dat ze 6 keer gewonnen heeft. Maar als je gewoon afgaat op wat ze de voorbije weken heeft gepresteerd. Ze heeft vorig jaar op Wimbledon haar laatste wedstrijd gespeeld. Ze is op Wimbledon dit jaar teruggekomen. Eerste de ronde eruit. En nu heeft ze, ja, de voorbije weken maar 1 wedstrijd gewonnen. Dus dat is gigantisch weinig. Als je ervan uitgaat dat je toch wel wat matchritme moet hebben, ja, dan weet je dat het eigenlijk zo goed als onmogelijk is om die nummer 24 nog binnen te halen. Nu, vandaag zie ik het nog wel mogelijk tegen Kovinic, want die Kovinic zelf heeft schrik. Die denkt van, oei, ik heb nog nooit voor 20.000 toeschouwers of meer getennist. Het hele publiek gaat natuurlijk achter 1 man, 1 vrouw, achter Serena Williams staan. Is die steun voldoende voor haar? Ik heb begrepen dat ze de voorbije week wel getraind heeft met een Ons Jabeur, met een Maria Sakkari. Dat ze weer wat bewegelijker is, dat het allemaal weer wat vlotter gaat. Maar ja, gaat het ook emotioneel niet te zwaar worden voor Serena Williams? Dus het is eigenlijk totaal onvoorspelbaar. Vroeger zou je zeggen, dit wint ze in 2 setjes. Maar nu, vandaag, is het toch een heel ander gegeven. De grote analyses over Serena Williams en de impact op de sportwereld, die komen eraan als ze
het laatste punt heeft gespeeld, Dirk. Maar ik wil een ja of nee antwoord van jou. Is ze the greatest of all time? Moeilijk, ja of nee. Maar dan denk ik ja. Oké, okay, dat is goed. En de grote analyse, die is voor later. Oké. Okay. Dankjewel, Dirk Gerlo. Als u wakker wordt, weet u of Serena Williams nog een ronde verder komt. Dat hoort u dan in de ochtendjournaals op de radio. En helemaal op het einde van de dag zie ik u graag weer. Tot morgen, tot later.